24 uur van Ypres, een monument op autosportgebied in ons land en wel ver daarbuiten. De reeds jarenlange prachtige organisatie lokt elke jaar duizenden liefhebbers naar de kapperschap om de heuren van onder meer verbrande rubber en verdampende benzine op te snijden. Een drukte van jeroen op de grote markt, tegen dat de eerste waar van het podium rolt en zelfs de kapperkoningin en haar eredame laten zich niet onderduiken. Belgisch winnen de Rally Monster. Bijna 18:30 dus de hoogste tijd om de wedstrijd op aan te schieten. En met nummer 1 zien we een van onze Belgische topfavorieten, het duo Patrick Sneijder, Dan Nicole Bunner op een landschap elkaar. Zij worden gevolgd onmiddellijk door twee voorname tegenstanders, uitkomend op een gelijkaardige waan. Hier zit de eer Bruno Dabi en die wordt gevolgd door Dario Gerardi. Spektakelman nummer 1, onze Belgische vriend Margewit met de BMW M3, gevolgd door Jimmy McRae met de Ford Sierra Cosworth. Dico Soe voor de eerste maal met een Lahouter motor verschijnt er ook aan de start. De Britse koningin Mark Lovell rijdt met een Ford Sierra Cosworth. En met een derde waan dien we Franse ster Didi Oriol. De Finn Losse Lampoeze verschijnt met de fabriek Mitsubishi Stadium. Dit is het Moneyhouse team, Toyota. Andrew Wood met de cadet GSI of de Vauxhall Astra sloot het in Engeland in. En dit is de laatste buitenlander in de rij, met name de Griekse Belgische Fantom met de volgende 40 stuurder. Terug tijd nu voor wat Belgisch geweld met Mercedes-piloot Valère van der Maas. Die wordt gevolgd door Bernard Münster, waarvan de grote aanhang hoopt op een legendarische prestatie als een Russische tactiek. Toen de man uit Kortrijk de groep en zeven niet op zich. Ander West-Vlaams geweld zien we in de personen van Olivier Tanger met de Audi 204 en streekpiloot Hadi Hoogezien, die zich de beste autopiloot wil tonen in eigen tuin. Het team Hugo Malle en die informeren nog vlak even bij Mark Soleil hoe het bekomt dat ze nu niet precies aan de start zijn. En terwijl de rij maar vlieg van sluiting vertrokken wij naar Café Hollebeek. Patrick Sneijder komt daar als eerste door, maar die schijnt remproblemen te kennen. Robert Droogmans neemt na deze proef de leiding in handen. Dario Cerati, die even later op deze café het slachtoffer zou worden van een soort. Met Margewis is spektakel gewaarborgd. Bruno Sabi, die op de eerste proef de Zellebeek uit de baan is gegaan, wat hem etelijke minuten kostte. En Jimmy McRae steekt goed mee in de stad. Dico Soe, die harde noten zal te kraken krijgen met onder meer een Fibuzone Unistar en een Laris. Mark Lovell, die voor velen wel eens de verrassing van de rally zou kunnen worden. Didier Oriol, die op de volgende proef zal moeten opgeven met een kapotte motor. En als laatste te Hollebeke zien we Lasse Lampies, waarvan het de eerste wedstrijd is op asfalt met deze wagen. U ziet het, de volgende proef is zeker een van de belangrijkste spektakelproeven, want op KTKMO is het tijdens wat beleefd. Patrick Sneijder nog steeds op de sukkelvier met de remmen. Bruno Sabi, die stilaan van zijn achterstand begon weg te knagen. En verder kunt u nu nog de stuur- en rijmanskunsten bewonderen van onder andere een Robert Droogmans, belust om zijn zegen van 1986 te vernieuwen.
Een markerwit met een monster van een maan, mogen we zeggen. Die nu met rijden het parcours waarschijnlijk beter kent dan sommige Belgen. Een Dario Cerati die veel bandenproblemen kent en de daarbij horende sorties maakt. De man gekend als de liefde van het boer uit Londen, Nico Koen. De Britse sportse spectaculair Mark Lovell. Gevolgd door de Finn Lasse Lampen. De Audi Coupé Quattro, gezien door Bond en Verstander, Daanbestuurder, Christophe Stojotis. En die wordt gevolgd door de Total Astra van André Woop. Bernd en Stefan Tom, die kan rekenen op een geweldige aanhang in het ICT. En deze man is bezig aan een heel sterke wedstrijd. Zijn naam Valère van der Maas. Het is de voortgele cover van Phil Collins, natuurlijk niet te verwarren met de tennisstammer. Terug tijd voor een tripje West-Vlaningen dan, met op kop Bernard Munster. Die wordt gevolgd door Habi Hoedeveen, die zowat bezig is in zijn eigen voor- en achtertuin. Olivier Tang, die even later de strijd zal moeten slagen. En als laatste West-Vlaming krijgen we Paul Licaert, die zich schijnbaar nog niet uit zijn top ziet. De Noord-Franse piloot Philippe Vernier is ook reeds jaren op de afspraak geïnteresseerd. En Pierre Pagani zal moeten wonen hoe het precies niet moet. De KP van Dekkebus met de bekende bocht aan het kapelletje is ook steeds een publiekslokker bij uitstek. Vele toeschouwers staan vol ongeduld te wachten op de doortocht van de eerste wagen. En die eerste wagen, dat is nog steeds de Lancia Delta van Patrick Smijs. De Lancia van Sabi vertoont duidelijke tekens van hem kwijt. En nu maar hopen dat niemand op die pannen komt afgestapt. Belga en Sparkos wordt tijd met Robert Grosjean. Mark de Wes die aantoont hoe men een dergelijke bocht moet nemen. En we lopen ons traditioneel lijstje af met McRae. Cerato. Nico Soes, Mark Lovell, Lasse Lampie,
het Sovjetisch team en de Woerd. Bernd Inge Stefansson. Valère van der Maassen. Phil Collins zal nogal enige problemen kennen met deze bocht. Bernard Munsen nog steeds doorkomen als eerste West-Vlaming. Die wordt gevolgd door Habi Goedezeun. Vital Boudou die schijnt nogal van het dikke busse landschap te houden. En de Opel Manta van Paul Litaar die vertoont ook duidelijke sporen van een bekend decor. Op naar de laatste proef van het vrijdaggedeelte, de Capri van Reningen, waar we een vast klassement kunnen maken na het eerste gedeelte. Meijer op een tweede plaats. Sabine na zijn decor in het begin van de wedstrijd op een elfde plaats. Grohmans stond aan de leiding, maar verloor de eerste etappe door turbo problemen. Maar de rest zijn nu op een negende plaats. En dit was de leider na het vrijdaggedeelte, Jimmy McQuaid. Cerato die stelde heel wat slechter en stond 43. Cofu stond waarde, dat was in een vierde gevecht gelukkig met de andere Opel piloten. Er is de Britse kortpiloot Mark Lovo op een vijfde plaats. Lasse Lampi die problemen had met de afstelling van de wagen, vonden we als 13e. En het team Cerato stond heel ver weggezakt in het klassement. Wood die problemen had van onderstuur stond 16e. Onze Zweedse vriend Stefansson stond 7e, maar vertelde dat hij zaterdag nog sneller zou gaan. Van der Maassen reed een knappe wedstrijd tot nu toe en stond 7e algemeen. Collins, voor de eerste maal op asfalt buiten Groot-Brittannië, voelde zich niet thuis en bezette de 14e plaats. Münster kende ernstige koppelingsproblemen en was daardoor slecht terug te vinden op een 15e plaats. Goedezeun ging het heel wat beter af met een voorlopig hit in de 6e plaats. Boudou maakte met de Renault als turbo nog net de top 10 rond. En Litaar kende heel wat aanpassingsproblemen met de groep A en stond op een weinig zeggende 26e plaats. De Noord-Franse piloot Jean-Marc Evans met zijn keuze op een 30e plaats. Zonder Belgische Cummingham, Renault Vrijheid op een 24e plaats. De man uit Oost-Roosbeze Ivan Vianen 23e. En voor de topfavoriet en groepen Brusselaar Pascal Haba zat er niet mee. Hij stond 29. En verder laten wij jullie genieten van de prachtige beelden die bewijzen dat het s'nachts ook heel wat te beleven valt in en rond Ypres. En terwijl u zo net de groep B-wagens zag passeren,
En terwijl u de servicemensen van de groep DT bezig ziet, kunnen wij ook even de stand vertellen na het vrijdaggebeurte bij de groep DT. Mario Panenten stond daar eerste voor Florian Rotaar met een Nissan 240 RS en Tagliatella Pietra eveneens met een Lancia Rally 037. Voor de piloten werd het de hoogste tijd om onder de dekens te kruipen en hun wagen konden gaan rusten in het gesloten wagenpark te eten. Het zaterdaggedeelte dat begon met de kapper van Zellebeke. We geven nu nog even het klassement netjes op een rij. Eerste McRae Grimrod met de Fortuna Cosworth. Tweede Snyder Coburner met de Lancia Delta. Derde was het team Droogmans, Joosten, ook rijden met een Ford Sierra Cosworth. Vierde waren Valère van der Maasen en Julia Aert met de Mercedes 190. Op een vijfde plaats vonden we Mark Lovell en Scorpio Freeman met de Fortuna Cosworth. Zesde en meteen eerste West-Vlaming Habi Goedegeerde met Jan Kallewaar op de Opel Mont. Op een zevende plaats vonden we de Volvo 340 Turbo van Stefansson en Hakala. Achtste plaats was na het vrijdaggedeelte weggelegd voor Zozo Larek en Zozo Lambert met de Opel Manta. Op een negende plaats de BMW M3 van Mark de Wit en Gert Biaar. Deze man maakte de top 10 rond Guido Malle met de Renault Alp Turbo. Op een 11e plaats vonden we Bruno Sabi, die begon aan een geweldige remonte. De 12e plaats was voor Nico Fulham Philippe Droeven met de Opel Manta. Phil Collins die stond nu 13e nadat Lasse Lampen van de baan was gegaan te Zellebeke. William McRae verschijnt intussen in het wagenpark nog vlug even alle nodige banden bekijken. En u ziet het dat er ook ander spektakel te beleven viel op de grote markt te Utrecht. Eerste man die zijn verschijning maakt in de afgesloten wagenpark is de Brit Jimmy McRae, die nog steeds aan de leiding staat, maar zich nog niet op zijn gemak voelde, daar zijn voorsprong nog slechts 1 minuut en 36 seconden nog op tweede geclasseerde. En die tweede geclasseerde, dat was deze man, Mark Lop. Thank you.
Habu Hoedeveen was in tussentijd een plaats opgetogen in het klassement, waar Van der Maasen zowat 30 minuten verloor door motorproblemen, waardoor Habu nu dus 5 stond op 3 minuten en 29 seconden van de leider. Zoveel Larep stond 1 plaatsje verder, maar zijn achterstand hing reeds boven de 4 minuten. Bernd Inge Stefansson met de taxi, zoals de naam genoemd wordt, stond nu mooi vierde. En Mark de Wit met de BMW en M3 vonden terug op een achterplaats. Ondanks de mindere plaats kon er nog steeds een zwemlachje af bij Mark. Vital Dudu en André Malé die bezetten de 9e plaats. En Bruno Sabi die had fantastisch de aanvalsklok geluid met morgen deurte en bezetten de 3e plaats. Gutelsoe vonden we al 10e en over zijn problemen en over de sterke terugkeer van Bruno Sabi zal de landenaar nog even gesprekje voeren met Bruno Sabi's co-piloot, met name Jean-François Fossier. De naar Münster, die met een omtrekkende opgangarm rondloerde, stond 11e algemeen. En je ziet het is zeker geen sinecure om uit een dergelijke rallywagen te stappen. Philippe Tenier heeft intussen zijn afwachting gemaakt en die vonden we als 13e in het klassement. Terwijl het voor Andrew Wood niet te mee zat, want die stond 26e. Co-piloot Meadows van Andrew Wood zal nu even vertellen aan de supporters hoe het komt dat ze op een 26e plaats vertoeven. Ze gingen 6 minuten in een gracht leggen op de kapie van Wijkhaven. Iperlin Omer Talens maakte een opwachting en die voelde zich nogal ongemakkelijk op de regennatte kapie, waardoor hij nog slechts 3e stond in groep 1. Jean-Pierre Van der Wouw met de Toyota Corolla die stond 15e. En over hun respectievelijke problemen zullen Omer Talens en Jean-Pierre Van der Wouw even een gesprekje voeren.
Wil ik waar, de Nevius viel wat tegen, want die verloor veel tijd door een breuk van de versnellingsspook en stond nu 17e algemeen. Peruviaan Raymond Ferreiros, die met zijn Belgische co-piloot Jorge van Oosten op een 14e plaats stond, waarbij ze de tweede plaats bezitten in groep N. En dit was de ontegensprekelijke leider in die groep N, Ivan Vian en Roland de Wulf met hun Sportiera co-piloot. Franse duo Thomas Mijn komt 22e algemeen, terwijl ze eindelijk de langverwachte rentree zouden krijgen in het wagenpark van de Lancia Delta van Patrick Schneider. Dit is nog even de Franse piloot Pascal Thomas. En daar is dan die Lancia van Patrick Schneider. Wat was er nu precies gebeurd? De Bastos piloot kreeg op de KP Niekerke een lekkerbond. Deze schoot van de veld, waardoor Schneider een buiteling maakte naast de weg. Heel wat tijdverlies en dat resulteerde in een 7e plaats algemeen voor het ongeluk in het algemeen klassement. De symptomen van die buiten zijn nog duidelijk te zien, want Patrick moet de deur op een nagel vreemde manier sluiten. En zelfs de losherfjes die zaten nog in de jas van Schneider. Tijdens hun gesprek maken Paul Litaar en Herman de Maas een opwachting. Zij stonden nu 16e, wat een winst betekende in het korte zaterdagmorgen gedeelte van een tiental plaatsen. De eerste proef in het zaterdagmiddaggedeelte is natuurlijk de spektakelproef op de zoning, waar we voor eenmaal ons mondje zullen houden en ze laten genieten van de prachtige, spectaculaire beelden.
deel van het Radioapparaat is dat de kapie van de omstrijding er rondop, zodat wij teruggetrokken naar de volgende plek en die wordt rond Kemmel. Wij maken een round-up naar de zon, de zin dat wij nog steeds aan de wijze. Op een tweede plaats, Mark Lover. Hadden voor de zin, die stond op vijfde algemeen. Voor de werk, die stond op een zesde plaats. Bernd en Stefan komt met een nogal lange Volvo, 47, nog steeds de vierde algemeen. Maar de week die was er iets opgeklommen naar een vierde plaats. Pietal Dubbel die bleef vastgespijkerd op die negende plaats. Bruno Sabi die begon uitslag te krijgen op een bronzen medaille. Rico Soe die was afgezet in het klassement en stond nu tiende algemeen. Een plaatsje verder in dat klassement vonden we Bernard Münster met de Audi Coupé Quattro. Philip Verrier met de Renault A Turbo nog steeds de 13e algemeen. Andrew Wood kon na het record van 's morgens niet verder dan de 26e plaats. Omer Salen 19e algemeen en 4e in groep A. Jean-Pierre Van Elver die stond nog steeds de 15e. Grégoire de Mesnil die bezette met de Mazda de derde plaats in groep 1. En dit was de tweede in groep 1, de Peruviaan Ryan Ferreira. En die wordt gevolgd door de leider in die productieklasse, Yvan Vianen, die hier tot eventjes in de fout gaat. Patrick Smeijer die wil heel wat verloren gaan maken. De Lancia Delta piloot die stond nu op een achtste plaats. Paul Litaar die bleef als 16e algemeen rondduren. Jan van der Bijgen komt 21e aan de nogal haast om die de bocht te nemen. Dario Serrato die was bezig aan een geweldige comeback nadat hij reeds zo'n 30 plaatsen goed maakte en nu 14e algemeen. Tijd om naar de klassementsploeg van Loot te trekken, waar het er sterk op leek dat de kopgroep Brugge en Zinlop en iedere piloot tevreden was met de prestatie. Ja, met rij passeren. Nu Mark Lovell, die veel tijd verloor door het uitvallen van de ende kon, had die de zin die vreesde dat hij geen partij zou zijn voor Stefan Tom. Larrett, die eerst en vooral zijn plaats wilde veiligstellen en mogelijk nog die zin aanvallen. Het tweede team, Stefan van Hagelaar, die stond nog steeds vierde. Mark Dillis, die pakte plaats na plaats en komt nu in vijfde algemeen. Vital Dubu, die steeds meer en meer grip op de wedstrijd begint te krijgen. Sabi, die erover kloeg een tekort aan de vaste banden te hebben.
artikel 2 die nog eens verder afstapte in het klassement door een breuk van de uitdaging. Münster, die alweer problemen kende met de opgangen aan de sporen van de wagen, komt nu 12 uur. Tenue, slachtoffer van tweemaal een lekke band op dezelfde klassementsproef, stond 17e algemeen. Wood, van zijn kant, die was reeds transiteerd naar een 22e plaats. Omer Talens luidde de aanvalklok en was een tweede gevechtgelijker voor de onzegen met Ivan Diane. Van der Wallen reed rustig verder zijn eigen wedstrijd. En voor Grégoire de Mevius viel er niets te doen tegen de Sierra Cosworth in groep 1. En dit was een van die Cosworth. Raymond Ferrer. Patrick Snell was alweer tweemaal lekgeven en stond nu op een zesde plaats. En Yvan Vianen geleidde een groep involgingen met de adem van Stalin in de nek. Dus een van de spektakelmannen die hier mannen. Het Franse duo Bruno van Kampen en die stond in het in het algemeen. Een ander Frans koppel met name Mirelli Jeva die stond in 44. Er is het Engelse team John Nichols en Steven Smith en die stond in 42 met hun Lancia. En dit is meteen een typische stadsmoot ook vanuit de Nagy Haper van de Frans van Patrice Malle. En die hadden absoluut de weerstoten niet meer met zijn Audi en stonden op een 57 plaats. Dit zijn spektakelbeelden die weinig betoog hoeven deze van de jump te lopen. Remingen betekent meteen gewoon het einde van de rally. En voor de Jimmy McLean zitten de 24 uren van Iter er bijna op en zou hij de zege behouden. Mark Lovell nog steeds vastgeankerd op de tweede plaats. Door zoveel Larry. De Volvo 340 van Stephenson is in het ook al gekend. En dat is de eerste Belg in de klasman, Margriet met de BMW M3. Met Gabi Siegelzoon, die op de titel van eerste de Vlaming komt beslagen. Gevolgd door Vital Dudo met Renault als turbo. Bruno Tabi nog steeds in de wedstrijd. En dit is de sympathieke Nicolfi. Gevolgd door de man met het rood steenplak Patrick Mengers met de Lonsdale Delta. De Derivian Raymond Ferreiro. En er is meteen het einde van de wedstrijd. De 24 uur van Iter 1987 zit er terug op. U ziet het, de banden zijn gesneden, de piloten zijn nu, de wagens gaan gaan rusten. We kunnen hier naartoe voegen de zevenvoudige haal door Tini McRae, tweede werk Mark Lovell, bijna reden op een Sportsjaren Cosworth, derde werk Bruno Sabi met de Lancia Delta, en vierde en eerste dag eindigde Mark de Wet. En dit was de zevenwedstrijd voor Yvan Vianen voor Omer Talens.